Zo, goedemorgen allemaal. Dag 3, vlog 3 van de Zesdaagse van Rotterdam. En we zijn nu onderweg naar mijn broer. Maar we gaan eventjes plaatsnemen in het Cyclo Café. Even lekker bomen over het wielrennen. Volgens mij met Peter Schep en natuurlijk mijn broer erbij. En ze zitten al te wachten. Eerst even een kopje koffie. De buurman staat al eventjes rustig uit te blazen. Pauze. Ja, we mogen naar binnen. Hey. We mogen naar binnen. Kijk. Ja, welkom. Hallo pikkenbaas. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Even wennen, ze vroeg mijn nest uit, maar wel lekker. Ja, je kan het wel zien. Zo, ik had een slechte nacht vandaag, jongens. Er staat geen etiketje op, wat is dit allemaal? Dat is nooit goed als een etiket. Geen etiket. Het is een sterke drank. Kruipolen. Dus ja, oké. Nou, dit was hem eventjes. We gaan ons voorbereiden, we moeten nou denk ik even de smink in. Kom goed. Even een stukje voorpret. We gaan eventjes kijken wat... Tenminste, als dat mag natuurlijk. Kijk, zie je? Zie je? Dit is waar het gaat gebeuren. Eventjes. Kijk, hier heb je de regisseur. Hallo pikkenbaas. Hallo. Hallo. Ik ga jou een zinnetje op prikken. Ja, ik ga even. Doe anders over je jasje ook uit en ja, zo. Ja, doe ik ook, ja. Kijk, dingen. Hop, hop. Kijk, we willen natuurlijk dat hij hoorbaar is in de studio. Dus hij krijgt even een zinnetje op. Zo, ja. Niets meer aan doen. Niks meer? Die gaat in mijn zak. Die gaat in je zak. Ja. Mooi. Ja, toch? Tuurlijk. Oh, nootjes. Ja, zo vroeg. Lekker zeg. Zo, kijk. Hoppa. Nou zit ik hier in het Cyclo. Wielencafé. Nou. Ik ben benieuwd wat ze me allemaal te vertellen hebben. Zo. Kijk, de nootjes lekker. Drankie. Ziet er helemaal goud uit. Een hele goede dag en leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van het Cyclo Wielercafé. Helemaal in het teken van de Zesdaagse. Deze week staat natuurlijk helemaal in het teken van het mooiste wielerevenement van Nederland. Vandaag aan tafel de bekendste Danny coureur van Nederland en omstreken, Ron Zeilert. Ja, vind je dat niet leuk dat je zo... Nee joh, alsjeblieft joh. Je bent zo goed als je renner. Nee, we doen ons best, maar er zijn ook wel dezelfde garnituur hoor. Je zag ook in die laatste sprint dat Jan Willem... eigenlijk naar hem toe wilde rijden, ja, dan komt hij er toch niet bij. Nee, dat ging niet meer lukken, nee. Dus, ja, dan ging die, en dan zie je ook gewoon dat hij helemaal naar de kloot is. Dat hij het echt helemaal wil proberen, dan heeft hij de meeste kans. Er waren de vier die wilden zijn voorraad opzetten. Ja, dat is, ja. Maar weet je, het is, je zit natuurlijk op de tribune. Wij gaan heel vaak met de Groenmakers ook op de tribune kijken, omdat het gewoon waanzinnige sport is. Maar het is gewoon prachtig, weet je. Je ziet gewoon, en ik vind ook, wat ik heel gerskoppel vind, is ook die Mora met de Malmberg. Ja. Die Mora, dat is ook, en die rijdt altijd. Eén brok ervaring natuurlijk. Ja. Maar die gaat gewoon op de kop van het peloton zitten en die kijkt niet eens om en die denkt aan, ik ga rijden en zie maar dat je me bijhoudt. Hey, hoe belangrijk is de Danny koers voor de Zesdaagse? Ja, dat hoort erbij toch? Op het moment dat die dingen gestart worden dan... Dan komen de mensen weer terug op de tribune. Mooi verhaal. Ja. Die motor die moet gehoord worden. Dat is een stukje spektakel en je ziet ook dat de mensen graag dat zien. Vraag het ook wel eens, weet je, dat vinden ze. En vooral de dames die zeggen, ja, die brommetjes, dat vind ik wel leuk. Weet je wel, ja, die brommetjes. Nou ja, zo doen we het. Ja. Hey Ron, heel veel succes. Komende 4 dagen. Dankjewel. Winnen ze een koersje. Ja, man. Veel geluk met lood. De druk wordt groot, man. Ja, ik voel hem hier al. Shani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé. Dat was leuk, toch? Hartstikke leuk, man. Ja. Ja, ik had het, voor mijn gevoel hadden we nog wel heel lang door kunnen lullen, maar ja, nee, ik kreeg op een gegeven moment in mijn oor van, ja, we zitten al aan de tijd, dus... Oh, dat is lekker, zeg. Hey, dat is leuk, man. Lekker showtje. Ja, toch? Ja, je gaat er vandaag. Wat voor een god. Niet goed. Niet weg. Wie? Hi. Ja, we hebben hem allemaal bij daar. Ga jij er zitten? Dus dan doen we nog eentje. Ja. Maar als jij wil, gaat de rest weg, ga je wel allemaal zitten. Ja, dat was een Guido. Hey, Hobbezak, waar was die Ron nou? Nou, we stonden lekker in de file. Eerst moest hij naar het ziekenhuis en... Voor zijn hart? Nou, gewoon een controlefilmpje. Oh, je hebt een beetje angst gekregen afgelopen dagen. Nee, niks ernstig. Alles was goed. Oh. Alleen hebben we nou wel eens hard door de files. AID was mee. Zirootje, we hebben even een klein stukje voor Ziro, jongens. Even met... nog speciaal verzoeken. Ja, alle twee ons blote reet. Nee, kon goed, hè? 5 rondjes maar? Ja, beetje meer, nee, een beetje meer. Ik wil het moment wel eventjes vastleggen. Kom goed. Hey, we staan eventjes naast de regisseur van Ziggo Sport. Ja. We zijn daar natuurlijk vandaag even live te zien.
Dus, alle dagen live. Ja, alle dagen live. Vanaf nu gewoon 4 dagen lang live te zien. En wat ook leuk is, we gaan nou even met Vergangelen en met Terpstra. Eventjes kijken of die Terpstra nog een beetje pootjes hebt. Ja. Maar het zal moeilijk worden, denk ik. Vergangelen is in vorm, hoor. Ja? Ja. Ah, dus. Gaan we goed fietsje ook? Ja. Uit 1902. Ja. Hij kwam er mee aan, hij had er nog nooit op gerezen. Nee, lekker man. Het begin is fiets van Rotje Kluge. Dus, hey. Heavy. Kijk, zie je? Het is dag 3. De kuif is weg en er beginnen de ballen onder zijn ogen beginnen te komen. Geschoren. Nog 3 dagen en meneer Meulman is helemaal naar de kloten. Nee. Ja. We gaan even met mijn kleine nichtje. Hallo Indy. Wil jij mijn zes volgers even gedacht zeggen? Hallo 6 volgers. Hey, je vriendje heeft het goed gedaan. Hij is vandaag teruggekomen uit Glasgow. Ja, dat is de enige Feyenoord die het goed gedaan heeft. Ja. Nou ja. Hey, lekker zo een beetje erbij. Ja, ik ben aan het werk gezet op mijn vader. Wat moet je doen dan? Een beetje de foto's doorsturen naar iedereen. Ja. Kasie? Ja. Nou, plezier. Ja, dat is goed. Zal daar even die kraaienveld erop zetten? Leuk. Ja, dat is goed. Hier, luister. We hebben het even. Ik ben ook manager in het voetballen, want ik heb Thijs de Kraaienveld erbij. Ja. Scoort gewoon even het tweede of derde doelpuntje. Nee, de gelijkmaker. Oh, even het gelijkmakertje, zit die even binnen. Of dat het niks is. Hey. Maar nee, het is weer geweldig, jongen. Luister eventjes, we gaan eventjes niks tekenen. Helemaal niks. Ik ga er helemaal voor zorgen, Pik. Ik neem het nou over. Ik heb vertrouwen in je. Hey, veel plezier vandaag, Pik. Hey jongens, een beetje erbij. Kom nou. Hey, luister, mijn favoriete kop niet verder vertellen. Hé, hey, wat gaan we doen? Even zonder dollen. Waar staan jullie nou? Want ik kon het niet volgen. Tweede. Nog steeds tweede. Ja, tweede. We komen niet van die tweede plek af, lijkt net wel. Eeuwig tweede. Maar hun pakken steeds meer punten. Ja, hun pakken die punten, man. Dus ze lopen elke keer voor punten. Dus met andere woorden, als ik de Vilde trek met de Danny, dan is het... Daar kunnen we niks over uitdagen. Loop een scheidrem aan. Nee, die zijn echt goed. Die zijn goed, hè? Ja. Maar hoe kan je nou een kop overslaan die zo rap zijn met de sprint dat ze altijd meer punten pakken? Ja, niet, dat zie je. Ja. Dat zie je, dat lukt niet. Ja, maar, maar je hebt nog 4 dagen. Je hebt 3 dagen. Ja, de eerste dag hadden ze met de ronde natuurlijk. We waren net eerder met die ronde van hun. Dus maar is het dan ook niet zo dat je dan... Of, ja, ik ben mij... Ik weet het, kijk, oké. Ik zeg maar wat nou, hè. Niet lachen, hè. Als je nou in het begin gelijk rondgaat, probeer rond te gaan. En je sluit dan niet achteraan aan en je rijdt dan ietsje verder door. Dat je denkt, ik zit gelijk bij hun in het wiel en ik laat ze niet meer gaan. Ja, kan. Maar ja, in het begin rondgaan, dan is iedereen nog fris. Dan wordt er hard achter je aangereden. Ja, maar je kan het ook zo doen dat je eerst gewoon bij hun blijft. Dat je denkt, nou sla ik de slag, zitten ze net vanaf. Maar dat je dan wel doorrijdt en dat je gelijk bij hun aansluit. Dat ze niet meer loskomen van je. Want dan pak je een ronde. Dat is toch de enige manier dan? Ja, dus ja, deze onze tactiek. Nee, dan kunnen we die vlog niet uitzenden. Nee. Kut. Nou, dat is jammer. Zo gek is die kogel nog nu. Even onze tactiek hier. De tering zeg. Wat gaan we nou allemaal krijgen? Hey, gisteren die Danicus. Luister Heine, ik heb je veel zien rijden. Maar je komt ook een beetje vermoeid van wat ik nog. Het deed wel een beetje pijn, hè? Wel een beetje pijn. Ja, hè? Ik moet nog even inkomen. Nee, maar het ging ook heel hard. Ja, het ging ook heel hard. En ik zag jou alweer op kop rijden en dacht ik, ja. Nee, maar ik pakte wel een mooi tempo, maar ik wist met die Engelsman dat ging niet lukken. Dus die jongen die probeerde een heel klein beetje al normaal te rijden. Maar toen zag ik ineens die Mora ook mee komen. Ja, toen kwam jij er overheen. Maar Mora die zat al helemaal te wrikken. Ja. Die ging echt gewoon tegen de 70. Echt tegen de 70. Ja, toen we een half maandje voor hadden, toen zei ik tegen Spul, dat is niet goed geweest. Blijf lekker rijden. Nee, maar het is normaal. Half maandje is meer dan zat. Echt niet normaal. Nou ja. Oké, jongens, succes dalen. Op. En jij moet rijden? Ja, vanavond, Danny. In de tweede serie. Ja. Ook met Molenberg. Zo, die rijdt ook bloedhard. Maar we gaan het stuur. Hey. Oké, jongens, kom goed. Doei. Rob, dat is een mooi over. Wat is er aan de hand? We zien het. Hij had de vlot op blijven hangen. Is dat er aan? Ja, dat weet ik niet. Voor de benzineprijs wel.
even een klein momentje. Want het is wel leuk. Als er twee apies waar je vroeger mee gewielrent hebt. Ja, mooi, hè? En een beetje begeleid hebt. En die staan dan hier even in het gele truitje. Kijk hier. Dit is wel even kerst. Dit is leuk. Jongen, jongen, jongen. Ik zie ze nog fietsen. Op die kleine, kleine fietsjes. Lekker man. Jongen, jongen, jongen. Ah. Oudpik, wereldkozen. Heb je nog wat aan mijn hint gehad, Oudpik? Aan je hint? Ja. Ah, we staan in het geel, hè? Goed, hè? Mooi toch? Ik weet toch dat ik het ken, man. Ik weet nog iets moois. Morgen jouw lood in de derde. Nee, alsjeblieft niet. Ik wil niet in het geel? Ik wil niet zo hard steken. Oh. Deze goed, dat zou ik leuk vinden. Gaat mijn best doen. Ja, nee. Hey, gefeliciteerd. Ik vind het echt geweldig, man. Dit, als je zulke pleurzapen en dan dit. Ja, mooi hè. Lekker, man.